we need it so proud. We got to have it so proud. No, we want it so proud. Ha. Got to have it so proud. Give it to me so proud. Hey, we need it so proud. Ha. We want it so proud. We got to have it so proud. I wanna get on your skin. Ja. Dan zou het museum zich ontzorgen. Ik zou ook een voorstellen, want ik ben een beeldhouwer, is uiteindelijk dat zijn namen in het matten gegaan, dus nu in de Kamer. Ik kocht het al 5 jaar. De doordrammen. Wat ik dan weet, dat mag. Dat was het volgende. Van dit eerste overzicht van Yubi King. De uitnodiging van het comité Koningsrijksrelaties peilde ik in 2000. Verder ontmoet ik daar onverwachts een oud studiegenoot, Jennifer Smith. Ze is vandaag zitman aan, onze man uit Caraca's. Het echte Curacao, dat is het erf van Yubi. Zijn werk incorporeert de ware identiteit. Beelden aan Zee wilde heel graag de primeur van Yubi's retrospectief binnenhalen. Die wens werd geheel legitiem toen ons geëerd oud-bestuurslid, de vermaarde jurist en verzamelaar Piet Zatters, ons bloot één naliet. Een prachtige droom van Singer uit 1990, die thans is uitgeleverd aan het Museum Beelden aan Zee. Intussen waren we Thomas Meijers op Slochteren en de uitgever van het onvolprezen, maar zo stiefmoedig behandelde Tropenmuseum, waren wij met hen in gesprek gekomen over de vervaardiging van de monografie Urban Catalogus. Eenmaal hebben we de tentoonstelling moeten doorschuiven, maar mede dankzij de enorme inzet van Yubi's eigen stichting, in de persoon van Charlotte, die duidelijk de broek aan heeft in huis de Kirindongo, is het toch gelukt. Rond Yubi lijkt alles zich in een sfeer van vriendschap af te spelen. Iedereen gunt hem deze tentoonstelling, want het zijn de vrienden van Yubi, de vrienden-verzamelaars, die hebben bijgedragen om de kosten van dit project weg te knagen. en die veel van de werken ter beschikking hebben gesteld. Ik noem Arthur Jan Gulmans, Estee May en Max Henriquez, de familie Verbeau, Astrid Duiven en René Odders, de familie Vermeulen Meiners, Fernando Gomez, advocatenkantoor van Ems Kunneman van Doorn en tenslotte de vertegenwoordiging van Nederland op Curacao, die gezorgd heeft dat ook de Ford Camaro kon gaan varen. De hoofdsponsor van de tentoonstelling laat ik nog even onbenoemd. Ik noem de vrienden en ik wil nu bij u introduceren een vriend op een zekere afstand, interieurontwerper, modeontwerper en architect Jan des Bouvrie, die verder geen introductie behoeft. In 2012 bood Singer Laren een verrassende inkijk in zijn spectaculaire internationale kunstcollectie. Daarin ontbrak het werk van Yubi, maar dat heeft, zo begreep ik, niet aan Jan des Bouvrie gelegen. Als vriend op afstand heeft Jan des Bouvrie zijn bijdrage geleverd aan het gezicht van deze tentoonstelling, aan de vormgeving. En daarvoor wil ik hem hartelijk danken en ik wil hem ook de gelegenheid geven ons iets te vertellen. Ja, ik ben een ontwerper die heel veel gewerkt heeft op Curaçao. Ik hou van het eiland. Ik heb er hele mooie dingen mogen maken. Een hotel op Jan Tiel. Een heel groot project. Wat ook allemaal fantastisch loopt. Dus ik kan niets anders zeggen dan ik ben heel blij met Curaçao. In mijn hele leven met reizen heb ik altijd kunst gezocht. Ik heb een hele grote collectie. En ik ben op Bonaire geweest, ik ben op Curaçao geweest, eigenlijk alle eilanden. En ik kon nergens avant-garde vinden. Nergens vernieuwende kunst. Dus ik had het bijna opgegeven dat ik op een gegeven moment over het eiland rijd met Monique, met een van mijn ontwerpsters. En we rijden... Dat was jij. Hij heeft ook een krokodil, riep ze meteen. En wij gaan daar naartoe. En ik was meteen onder de indruk. Een thema, dat is ook vaak wat je bij kunstenaars mist. Een thema die hij ook bijzonder vasthoudt. En ik werd helemaal verliefd op jouw grote auto, kleine auto. En natuurlijk de bumpers, dat vind ik het sterkste van jouw collectie. Maar ik ontmoette iemand, ik weet dat kunstenaars vaak heel lastig zijn, maar deze was bijzonder lastig. Want ik probeerde de auto te kopen. De combinatie was van iets wat je misschien niet eens kwijt wilde. Je zat in iets wat je met heel veel liefde hebt gemaakt, ook die bumpers. Ik denk dat dat de combinatie was. Het ging jou helemaal niet om geld. Het ging om iets wat je eigenlijk zo dierbaar was. Als kunstenaar is het dan heel moeilijk om afscheid te nemen. En nu staan we hier. Het is ongelooflijk, toeval bestaat niet, dat ik ineens geconfronteerd werd weer met Yubi uit mijn lievelingseiland Curaçao. Ik hoop dat deze tentoonstelling bijdraagt aan de liefde voor kunst. We kennen elkaar al ruim 15 jaar. Op een gedenkwaardige datum, 10 oktober 2010, de dag waarop de Nederlandse Antillen ophielden te bestaan, was ik op Bonaire vanwege een tentoonstelling. En Yubi was daar ook. En hij vroeg me of ik een boek wilde schrijven over zijn leven en over zijn werk. We zijn verbonden zielen. En ik zei ja. Bij Yubi Kirindongo vallen leven en werk samen. Zijn leven is zijn werk. En zijn werk is zijn leven. En het is een fascinerend leven. Dat zo in een spannend filmscenario zou passen. Wie is die charmante en tegendraadse kunstenaar die de koninklijke familie thuis ontvangt en bij leven al een verkeersrotonde naar zijn verdoet krijgt? Het boek en de tentoonstelling proberen daar een antwoord op te geven. Over zijn leven staat er veel hier op de manieren en bij de aanschrijvende tentoonstelling. Ik ga u een paar anekdotes vertellen. Op zijn 19e gaat hij varen en na bijna een jaar op zee komt Yubi in de strenge winter van 1965 in een witte tropenbroek en klappertandend van de kou aan op het Centraal Station van Amsterdam. Hij sprak nauwelijks Nederlands en had alleen lagere school. en een paar jaar on-the-job training, zoals je dat zelf noemt. Nederland was in die tijd nog wit. En het woord allochtoon moest nog worden uitgevonden. Zonder zich daarvan bewust te zijn, was hij een van de eerste Antilliaanse probleemjongeren. Hij zwierf rond, had allerlei baantjes en leidde in Den Haag een jeugdgang. Al zat Yubi half in de onderwereld, een crimineel was hij absoluut niet. Hij was een rebel en is een rebel. Hij heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en hij kan niet tegen onrecht. Woedend was hij wanneer hij met racisme werd geconfronteerd en steeds vanwege zijn houtskleur door de politie werd opgepakt. Of in de weekenden, wanneer hij met zijn maten in Den Haag of Scheveningen naar een discotheek wilde, werden ze geweigerd. Terwijl iedereen binnen uit zijn dak ging op de zwarte muziek van James Brown. Regelmatig komt hij in aanraking met justitie en wordt veroordeeld. In de gevangenis begint hij te schilderen en weer vrij krijgt hij de kans mee te doen aan een groepstentoonstelling hier in Den Haag, waar zijn talent wordt ontdekt. Met een grafschilderij, dat vliegtuig en tanks dat hier op de tentoonstelling hangt. In 1976 trouwt hij met zijn vriendin Kitty Ros en ze gaan samen terug naar Curaçao. Daar ontdekt hij dat hij geen echte schilder is, maar dat hij ruimtelijk werk moet gaan maken. De Yoruba zijn een West-Afrikaans volk dat vooral bekend staat om de schitterende bronzen portretten uit de 14e eeuw. Veel van hun cultuur en godsdienst is met de slavernij meegekomen naar Zuid-Amerika, behalve voodoo, santeria en Winti. Yubi vertelde me een mooi verhaal over die inleiding. De plechtigheid duurt een week en is heftig. Onder het hypnotiserend tromgeroffel krijg je bakken water over je heen gestort en word je gewassen. Dan volgen er allerlei rituelen en word je herboren. Bij Yubi ging dat fout. Zijn Yoruba-peetvader schoor hem kaal, maar vergat zijn snor. En Yubi heeft zich lang afgevraagd: beschermen mijn voorouders me? Of wilden ze me iets zeggen? En baby was al niet geboren met een snor. Excellentie, mevrouw Wiels, bevolmachtigde met een E, minister van Curaçao. Querido Yubi, die is een perla aan de Caribe. Bestuur, directie, medewerkers, maar vooral ook vrijwilligers van het Museum Beelden aan Zee. Want anders zou dit museum niet zomaar kunnen draaien. Dames en heren, van harte welkom. Bombini, zeggen wij op Curaçao in het parlement. Toen ik afgelopen dagen tijdens de opbouw van deze expositie een bezoek bracht, stiekem, kreeg ik reeds een heel gelukkig gevoel. Zoveel hier aanwezige kunstwerken deden mij opnieuw glimlachen en bij sommige raakte ik zeer ontroerd. De opbouw van deze expositie onder leiding van curator Karel van Laar en naar een onderwerp van Jan des Bouvrie gaf mij reeds enorme vreugde. Hulde aan Karel en zijn team van vrijwilligers voor een prachtig resultaat, want ik heb het al mogen zien. Dat deze expositie samenvalt met de presentatie van het eerste exemplaar van Rebel in kunst in het Nederland, een prachtig, echt prachtig uitgevoerde monografie over het leven en over de werken van Yubi Kirindongo, is eveneens fantastisch. Thomas Meijers op Slochteren verdient alle lof voor een juweel van een boek dat hij vandaag mag presenteren. En ook voor Lelly, zijn echtgenote, alle lof. Je noemde het net, maar het was voor mij een enorm groot genoegen jullie te mogen begeleiden en rondrijden op Curaçao, van Bandabau naar Bandariba. Vele deuren van particulieren gingen open bij private collecties, maar ook in de meer openbare ruimten. Speciaal voor Yubi, deze Yubi corcel, deze Macamba met Corazon Cotasoleño is heel erg trots op wat je hebt gedaan. Om met Turandi te spreken, ik ben zo blij, man. Zo blij. Ik Ik zal heel kort zijn. Er is heel veel voor mij gezegd. Het enige wat ik wil zeggen, droom en werkelijkheid. Sogno y realidad. Yubi heeft veel meegemaakt, heel veel. Maar ondanks dat alles ben je een positief en respectvol mens. Je bent een geweldige kunstenaar, geweldig man, maar ook een bon Yubi corcel. Wat je ook hebt meegemaakt, wat er ook is gebeurd, je bent jezelf gebleven. Je houdt van Curaçao, je houdt van de wereld en je houdt van je werk. Je hebt hele mooie dingen gedaan, gemaakt en je hebt de naam van Curaçao keer achter keer omhoog geheven. Ik dank jou namens Curaçao en ik wil dat je weet dat je vanaf vandaag Master Yubi Kirindongo heet. Yubi King. Het is in samenwerking met een Haagse chocolatier. Er ligt een hamer bij. Als dat gebeurt... Heel kort. Ik hou ook niet veel van een lang gesprek. Bovendien, ik ben niet microfoon gewend. Ik zelf van. We doen het op zijn Curaçao's. Als er een boek geboren wordt of een kind geboren wordt, wordt altijd een klein ceremonietje gedaan door middel van, alhoewel je het erg vindt, maar bloedvergieting, een kip, dat eten we iedere dag. In dit geval is geen geit. Een chocoladigheid, een vuist erin slaan, als het ware de beuk erin en niet de mes erin. Ik neem aan dat er genoeg chocofiel hier rondloopt. Ik hou van chocola. Het is een alternatief, maar in ieder geval ook bij zo'n doping, we noemen dat een doping, er hoort een madrina en een padrino, dus een peetvader en een peetmoeder. En op dit moment zit alleen maar de peetmoeder hier, namelijk Nicole Henriquez, helemaal uit Curaçao gekomen. Helemaal uit Curaçao gekomen om dit uitdaging te bezichtigen en te ervaren. Niet gedacht, hè Nicole? Er zit een hamertje daar, staat een hamertje. En, Padrino is thuis, die is op Curaçao. Die had het niet kunnen maken. Maar hoe hebben we dan eventueel een Thomas Meijer, alsjeblieft. De vader van de boek trouwens, ja, het is terecht, het is terecht. En bovendien, Charlotte, mijn echtgenote, die boek is aan haar bedoeld. Of, uitgedragen. Afgedragen, uitgedragen. Ja, afgedragen. En vandaar dat ik ga nou plechtig in het openbaar. Dit eerste exemplaar ook handen. Omdat zij ook zelf een heleboel werk aan gaat. Zij is eigenlijk ook peetmoeder, maar. De bedoeling is dat iedereen een stukje wil hebben. need some, so come on and get some. And then you know where I'm coming from. Ha. I may lay in the cut and go along, and I'm still on the case, and my rap is strong. Ha. Ha. Hey, don't jump on my train when I'm out of sight. Just check yourself and say, yeah, you're right. Good God, I got to ask